Thank you.
Wat vind je derde positie? We zien dan op de vierde positie hier een hoekje. Een beetje een kip van het dorp. Hij is volgens mij hier een belangrijke vierde plaats. Het is in ieder geval nog steeds op kop reuzen. Door een huilste draadje te trekken en die een fouten mag dat die zeker naar die voorhoofd. Het is geen volgende keer of die strand is daar in die bak. De beetje verlies dat het gebeurd is, maar hij gaat buiten de beetje. Het is Gijs Adriaans op de tweede plaats. Kim van de Burg staat de derde plaats. Weer een spannend voor Rick van A. Hij zit op die vierde plaats. En de kunnen van A gaat hier even tegen Rick van A. Nou, ook hier jullie succes. Samen met deze groep hier weer gespannen. Hier hoort hier naar hoe staat in midden van Bert Smit. Geroemd aan de buitenkant, steeds hier uit. Aantal buiten zitten van buiten. Dus van aantal buiten zien dat is de straks voor Bert Smit. We gaan kijken naar positie 7-3-4. En daar gaan we de strijd ter plaats moeten gaan vinden. In ieder geval zo hier straks hier ter derde plaats. Op de vierde plaats denk ik dat het een last van de haven is. Het zal inderdaad wat van de haven moeten zijn op die vierde positie. Dat zet er wel eens een aanval in. Dat is van Tigre de Vuil. Hij zit op de vijfde plaats. Hij komt weer verder van achteren. Dat wordt achter 50 Mike Rutte de vat gaan proberen. Dus hier staat het hier op de vierde plaats. De lijken er vijf te zijn op de vierde plaats. Op de vierde plaats wat van de haven. Hij gaat mee als vierde naar die finale. Kijk, die Bakkie Kurt, in het middenlijn met 36 jaar staat. Daar hebben we respect in, want het zit er niet bij. Aan de andere zoon is er net een gat aangehaald. Het ook op de goede plaats zien we daar een soort van aan de zoon. Aan de zoon blijft zitten, zit ook met Roy Hatch, die vierde plaats. Dus dan is Koers hier uit de vijfde plaats, die niet meer bij deze goede plaats. Het is Kurt hier eventjes de eerste plaats, namelijk hebben we maar een wat een tochtig tweede plaats. Daar hebben we een gat aangehaald. Dat is een aanval uit de Dat is hier de eerste positie over. Risico's gedaan hebben van Adriaans op die tweede plaats, maar lijkt het toch weer pijnlijk met zijn collega's van alles over naar die finale te fietsen, waar Thomas net naar de vuilte gaat. Dan kunnen we daar nog vier rijden bij deze groep hebben. Met deze 14 lijkt er hier vanuit zijn iedere mooie spelen niet bij de spelen dat hij is uitgesteld. Met deze 7 is het hier zelf op de tweede positie. Dat het dan ook gekraakt is, goed te horen, dat er op de derde positie goed iemand, denk ik, ja, de derde tijd die we eruit doen. Dan is 2-0 verdiend aan de strijd op die derde en vierde plaats. En het is voortgespeeld in ieder geval met 7-14 Wieder van Rijnsijk die die koppositie vast. Er is nu zijn er nog steeds bij ons 4-58 Mark Heenzetter. En dat nu zelfs in de derde plaats doorstuit, dus Joey Kamper lijkt het fijn te zijn. Het komt daar toch nog een kleine Jacobs op zitten, dat hij niet zoveel over die strijd met die is naar de groepen in de werking. We zijn nu op de trappen met Rijnsijk, hier met Kistler, hier is Vrier, hij pakt de kop staat. En dan moet hij voor het ding zetten op die tweede positie. Dan zien we daar in ieder geval de spanning bij Kurt Koeman vanuit op de vierde plaats. En dan doet hij achter Mark Hopper hier derde positie. Daar moeten we gaan kijken. Voor het lijkt de strijd redelijk in strijd een klein treintje. En dan is hier een paar meters ertussen. En dan is die vierde plaats Bert Koemans. Met wie krijgt hij te maken? Hij krijgt dan misschien nog wel te maken met Erik Bozes als die vijfde positie. Ik komt er nog een aanval om dit kattenbeeld te brengen. Ik denk dat het kattenbeeld is. Ik denk dat bij deze vier heren dat er geen verandering in komt. Eigenlijk is het tijd om dit te brengen. Maar ik snap het. En die komen we aan het einde, we gaan kijken. 7 man van start, en kunnen we nog 4 kleur. Ring van de binnenkant zie je dat Sam Becker een nieuwe startmaak uitpakt namelijk die toppositie. Op de tweede plaats vanuit het Romano Krasse te zijn die daar inderdaad voor terug op de tweede positie. We hebben daar op de derde plaats Roepertje, ik denk dat die Roe van de Wiel is. En die zit daar dan op die belangrijke vierde plaats. Nou, op die belangrijke vierde plaats is inmiddels onze Roeper, want op de derde plaats zien we doorstuigen toen wel goed de Doela. Het is inderdaad met 46 uit de goede positie. En nu is het weer verder. Dus je moet er eens mee wisselen, maar deze vier rijders zijn door. En dan is het afgelopen van de kamer. En die andere rollen. Gaan we hier kijken naar de voetjes. Dat is een goede club. 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 Dat is een goede club.
En dan laat de signalen en gaan we kijken te flitsen. Lijkt hier om steeds van Wenger goed te gaan. Maar ook aan de andere kant is het wel goed uit te trekken. Daarna werd het spannend. En we hebben ook twee positie vrij. Leuk is hier in de handen van de Westie van Bergen en ik denk Emmen Willemsen. Ik denk dat het een aanval is die bij de plaats van de deal genomen. Stefan die is weg en daar is een links gelijk op vrij tegen. De 4-5-7 is Westie van Bergen, hij is het goed. Dan hebben we het 130 aan mijn deur. Dan staat dat een aanval uit de achteruit en een sprintje naar de finish toe. Dan staat hij niet redden. En ik denk dat hij niet redt, maar toch wel, dat mag hij zien zitten.